In Den Haag wonen 60.000 mensen met het risico op problematische schulden. Dat is een enorm probleem in deze stad. En om dat probleem op te lossen, hebben we met elkaar het Schuldenlab 070 opgericht. Een beweging waarin we op zoek zijn naar innovatieve methodieken om ervoor te zorgen dat de problemen in de stad Den Haag op het gebied van schulden echt worden opgelost. En daarin staat niet het hebben van de schuld centraal, maar centraal staat het perspectief van deze mensen. Perspectief op een leven waarin mensen kunnen meedoen in deze stad, kunnen meedoen in deze samenleving en waarin we de schulden daadwerkelijk met elkaar gaan oplossen en oppakken. Dat doen we niet alleen, want het is niet alleen het probleem van de gemeente Den Haag, maar het is het probleem in de stad Den Haag. En daarom werken we samen met inmiddels ruim 30 partners die met ons dit probleem willen oplossen. Schuldenlab 070 is een innovatiemotor. En innovatie is belangrijk om los van de huidige infrastructuur opnieuw te kunnen kijken naar welke interventie heeft deze probleem nodig. En daar heb je ook de partners bij nodig. Je lost niet alleen het probleem op van die burger of burgers, maar je betrekt ook in de voordelen betrekken we ook de partners die je aan tafel hebt. Want op termijn zullen de maatschappelijke baten hoger uitvallen dan de kosten die we nu daarin investeren. Zoals Aykel net al zei, sluiten steeds meer partijen zich bij ons aan en inmiddels is het echt een beweging op gang gebracht. Samen werken we aan het thema schulden om te kijken of we de blik op schulden kunnen veranderen en we meer mensen kunnen bereiken dan we nu bereiken of meer mensen kunnen helpen dan we nu helpen. En juist de labvorm, daarin kunnen we mooi gezamenlijk experimenteren. We starten met elke innovatie in het klein en als het goed werkt, schalen we het op, dus maken we het groter, zowel in de stad als buiten de stad. We kijken per project of partners willen instappen. Sommige projecten worden door partners geïnitieerd zorgen wij als Schuldenlab dat het gefaciliteerd wordt om van de grond te komen. En op het moment dat zo'n project goed werkt, maken we het groter. Gelukkig staat het bestrijden van problematische schulden goed op de politieke, bestuurlijke en maatschappelijke agenda. Dat is goed nieuws. En tegelijkertijd zien we dat heel veel gemeenten, uitvoeringsorganisaties, private partijen continu het wiel opnieuw moeten uitvinden of aan het uitvinden zijn. Nou, wij denken dat daar heel veel winst is te behalen door niet alleen maar per gemeente te streven naar een schuldenzorgvrije gemeente, maar ook te zeggen we moeten eigenlijk ook streven met elkaar naar een schuldenzorgvrij Nederland. En dat willen we doen door de focus te leggen op het opschalen van de beste projecten. En die sneller toegankelijk te krijgen voor meer mensen in het hele land. Bij het tot stand brengen van innovaties denken we niet aan kaders, systemen, de huidige processen, maar we denken echt van wat is hierin nodig. De doelstelling van het Schuldenlab is dat we de blik op schulden veranderen, dat we meer mensen bereiken en meer mensen helpen dan we in het huidige systeem kunnen doen. Voor de toekomst hoop ik op een samenleving die zo simpel in elkaar zit dat mensen niet meer in een situatie terechtkomen van schulden. En zolang dat er nog niet is, hoop ik op een samenleving waarin we met partners continu blijven strijden voor die gezinnen die onze hulp hard nodig hebben.